Van harte welkom bij het voorprogramma. Een programma van L1 en Pop in Limburg over van alles dat speelt in de Limburgse muziekscene. Dit keer met aandacht voor, en wat zijn we blij dat ze er zijn, gratis toegankelijke festivals. Ruben Schrijbers van Boots en Marcel Koenen van Koningspop. Laat ik even met jou beginnen, Marcel, want Koningspop en Elso, deze editie is geweest van dit jaar. Hoe was het? Klopt, ja, het was een prima editie. Geen top-editie, want die bestaat natuurlijk niet. Maar we hebben een hele mooie editie achter de rug, ondanks een paar hinderlijke regenbuitjes, waar eigenlijk geen mens voor is weggebleven. Beetje festivalganger kan dat wel. Ja, we hebben wel enkele poncho's gezien en die horen ook al bij een festival. Dus wat dat betreft een hele fijne editie gehad, ja. En waar focussen jullie op als jullie het gaan organiseren? Gaat het dan echt om de artiesten of waar kijk je naar? Wij willen graag een beetje onder de radar blijven met bekende dingen. We proberen altijd bands te boeken die wat niet overal op evenementen te zien zijn. Dat lukt niet altijd, maar er zijn toch heel veel bands waar nog geen kip van gehoord heeft. En die, we proberen daar onze bezoekers mee te verrassen. En dat lukt al bijna 40 jaar, dus ja. Dan naar Boots, Ruben. Dat bestaat al een hele tijd. Kun jij je eerste editie Boots nog herinneren in het centrum van Heerlen? Oh boy. Dat is flink lang geleden. Ik denk dat ik 15 of zo was. 16. Dus dat is wel echt... Dat hebben we over decennia. Maar ik kan me wel een van, inderdaad, waar we het van tevoren ook even hadden, een van de laatste edities herinneren. Ook regen, maar ook de laatste keer Black Sun Empire. En dat mij ook op jongere leeftijd al, zeg maar, richting de muziek en de live ervaring geduwd heeft. Ja. Het was een tijdje weg, Boots. 8 jaar is het er niet geweest, maar nu is het terug. En zo gaat Heerlen er ongeveer uitzien. Dat is toch een heerlijk beeld om weer te zien, Ruben. Ja, absoluut. Waar verheug je je op dit jaar? Persoonlijk ben ik heel blij dat we Brutus hebben. Dat is echt mijn nieuwe act van het jaar. Ik heb ze ook op Pinkpop gezien. Het was een hoogtepunt, maar ook gewoon... Er is een heleboel nieuwe jeugd in Heerlen. Dat zien we ook nu bij de events. Ook bij kleinere dingen, zoals bij Output. Die zijn ook op zoek naar zo'n ervaring, denk ik. En om dat toegankelijk te maken en mensen enthousiast te krijgen voor live muziek... En misschien nieuwe bandjes krijgen. Dat is waar ik het meest naar uitkijk. Ja, want het leven is hartstikke duur. Zeker ook voor jongeren. Marcel, hoe hou je zo'n festival nou gratis? Laat ik eerst even beginnen met waar moet je allemaal aan voldoen? Want dat is niet niks voor zo'n festival. Nee, zeker niet. Je wordt door de gemeente behoorlijk gecontroleerd natuurlijk. De gemeente die bepaalt wat er allemaal wel en niet mag. En hoe het moet. Met vergunningen dergelijke. En daarbij komt natuurlijk beveiliging. Zoveel duizend mensen heb je zoveel beveiligers nodig. Die kosten ook natuurlijk allemaal een boel geld. En de rekeningen die stapelen zich wel op. Dat is wel een bekend gegeven. Maar ik denk dat niet alleen bij gratis festivals een probleem begint te worden, maar ook bij betaalde. Want jouw entrykaartje wordt natuurlijk ook vele malen duurder. Kijk maar naar Pinkpop bijvoorbeeld. Dat is ook niet mis. En dat heeft er ook allemaal mee te maken dat evenementen gewoon heel veel rekeningen krijgen. Ja. En daar moet je wel vaak van slikken. Maar hoe vang je die op dan? We proberen natuurlijk een goed verhaal te maken naar de provincie voor een stukje subsidie te krijgen. De laatste jaren zijn ze ons heel goed gezind, doordat wij al jarenlang bezig zijn met het milieu bijvoorbeeld. We zijn bezig met andere soorten brandstoffen. Natuurlijk de plastic, wat beter gerecycled en gescheiden wordt. En in de provincie valt dat op. En dan kunnen die ook zeggen, hey, wacht eens even, die jongens zijn goed bezig. Daar kunnen we wat mee. Ben je nou een festival die wat zegt, och, we laten gewoon een afvalbedrijf komen en keep alles maar in één bak. Ja. Dan zie je ook dat jouw subsidie en zijn ze ook minder gunstig gezind om je mee te helpen, zowel financieel als ook met vergunningen. Dan worden ze steeds lastiger. Ja, dat verduurzamen is een thema. Ja, dat is een thema. En als je een beetje logisch nadenkt, doe je dat zelf al jarenlang. Thuis heb je ook verschillende bakjes waar je al je rommel in gooit. En wij zijn daar eigenlijk al heel vroeg mee begonnen, juist vanwege de financiën. Omdat je gewoon ziet dat 1000 kilo afval kost zoveel. Ja, tuurlijk. Dus als je je afvalberg weet te verminderen, hoef je ook minder te betalen. Ja, dat is ook goed voor jezelf. Dat geld hoef je weer niet in je begroting mee te nemen. Dat is alleen maar weer plussen. Nou, hoe zit dat bij Boots, Ruben? Want het is een nieuwe vorm, neem ik aan, na 8 jaar toch ook. Ja, het is
helemaal nieuw. Even het wiel opnieuw uitvinden, niet natuurlijk. We hebben ook met de oude organisatie gesproken, maar er zijn gewoon een aantal dingen veranderd. Zo ook dat wij ook meteen met recyclemunten gaan werken. We nemen ook een stukje van de filosofie van de nieuwe NOR, want dat is uiteindelijk toch wie het organiseert, dat zijn wij. Mee, dus alle artiesten krijgen vegetarisch te eten. We gebruiken geen aggregaten. Er wordt eigenlijk gekeken naar alles wat we nu gaan gebruiken, dat we dat de komende jaren kunnen blijven gebruiken. Maar ja, dat zijn eigenlijk dingen die onderhand in de evenementindustrie bijna vanzelfsprekend zijn. Ja, je kunt eigenlijk niet maken om anders te doen. Maar we gaan wel ons best doen om dat ook zo goed mogelijk uit te voeren. En je hebt het ook met een stadcentrum te maken. En ik denk dat de bewoners het natuurlijk ons ook... ik weet dat ze er heel veel zin in hebben. In ieder geval, dat is de indruk die ik krijg. Maar laten we dat ook zo houden door het niet een rotzooi te maken. Nee, precies. Boetjes terug en is terug om te blijven. Ja. En het weekend van 12 en 13 augustus te bezoeken in het centrum van Heerlen. Ja. Marcel, ik zei al, Koningspop is dit jaar geweest, maar volgend jaar de 40ste editie. Dat moet natuurlijk wel een bijzondere worden. Ja, we zijn Kun je wel daar iets over verklappen? Ja? Ja, we zijn wel al een paar jaar bezig om wat geld te reserveren natuurlijk, om wat extra's te doen. En concreet hebben we dat niet. Ik kan wel zeggen, ik kan er niks over zeggen, maar we hebben nog niks echt op papier staan. We willen wel uitpakken met bijvoorbeeld wat een iets grotere band. En we willen toch wat meer cachet aangeven om te zeggen van, hey, we bestaan 40 jaar. En die, wat je net al zei, dat gratis houden, dat is toch wel een dingetje. Dat is waar wij het voor doen. Ja. We willen zorgen dat we laagdrempelig blijven. En ik vind ook dat er een beetje verantwoordelijkheid ligt naar de leveranciers. Die, zoals ik al zei, die weten heel goed facturen te sturen. Maar toch moeten we vaak net even dat beetje extra pietelen van, hey jongens, kom op. Jullie zijn degene wat het geld verdienen. Wij zijn maar een stel gekken wat een festival organiseren. Ja, die heb je wel nodig. Ja, we zijn gewoon allemaal vrijwilligers. En er wordt wel eens een verkeerd beeld bij gegeven. Dat ze denken dat wij daar een salaris uit hebben. Ik heb toevallig deze week een band weggebracht. Die zeiden van, doen jullie dit altijd voor je beroep? En die snappen dus totaal niet dat wij gewoon dit vrijwillig doen. En dat geld dat gaat allemaal naar het festival wat wij genereren. En uiteindelijk naar de leveranciers. Ja, mooi. En zo kunnen jullie op naar die 40ste editie. Ga je nog even langs bij Boetje in Heerlen? Ja, ik kan me niet herinneren dat al 8 jaar geleden is. Maar ik heb heel wat edities van Boetje gezien. Ook nog het oude Boetje. En dat was altijd supergezellig. En het is een bekende naam. Mm. En je moet teren op het verleden, vind ik. Zeker. Dus ik denk dat het wel goed komt. Mooi, dank jullie wel voor jullie komst, Ruben en Marcel. Dit was het voorprogramma over dus die gratis toegankelijke festivals in Limburg. Ga zeker nog even kijken bij Boetje in Heerlen op 12 en 13 augustus. Tot de volgende keer.